Om een double exposure te maken heb je natuurlijk twee foto's nodig. Ik heb aan de ene kant de foto van deze man en ik heb aan de andere kant de foto van deze boom. En we gaan bij de man beginnen. Om te beginnen ga ik hem uitsnijden van de achtergrond. En dat doe ik met het toverstafje. Gewoon door ergens te klikken selecteer ik langzaam de hele achtergrond. Um, moet dit heel erg precies? Nou ja, goed. Hoe preciezer je werkt, hoe beter het is, natuurlijk. Maar het maakt even niet zo gek veel uit. Ik doe het voor de sake van de film even heel snel. En met de lasso verfijn ik het een klein beetje. Dit is de selectie van mijn man. Momenteel is de achtergrond geselecteerd. Dus ik druk op Ctrl, Shift en I om de selectie om te keren. En als ik nu een laagmasker op de laag toepas, dat vind je hieronder: het vierkantje met het zwarte bolletje. Dan zie je dat mijn man keurig uitgesneden is. Ik ga er een witte laag uh, op toevoegen. En dat doe ik door hieronder het icoontje Nieuwe Laag te selecteren. Maar tegelijkertijd de Ctrl-toets in te houden. En dan zie je dat er een laag onder komt. En deze ga ik vullen met wit. Nu is wit in dit geval mijn voorgrondkleur. Dus als ik Alt Backspace inhoud, dan is hij geselecteerd met wit. Het masker is niet perfect, zie ik. Nou, als ik de alt ingedrukt hou en ik selecteer het masker, dan krijg ik alleen het masker te zien en je ziet dat er nog een paar vlekken in zitten van een lichtere kleur. En die ga ik gewoon heel simpel oververven met een zwarte kleur. Kennelijk was mijn selectie toch niet helemaal perfect. Nogmaals, als je het goed wilt doen, moet je hier gewoon de tijd voor nemen. Maar ik kan geen 10 minuten op een selectie gaan zitten voor een filmpje, want het gaat over hele andere dingen. Ik ga hier even op verder borduren. Om te beginnen ga ik deze laag omzetten met een aanpassingslaag naar zwart-wit. En ik ga een levels, oftewel niveaus toevoegen. En ik trek gewoon de witte kant een klein beetje naar binnen. En deze zet ik onder mijn zwart-wit. Zo wordt de man in zich heel wat lichter en dus zwart-wit. Nu is het tijd om de andere foto bij te voegen. En dat doe je gewoon door bovenin op het tabblad te klikken. En dan heb je de boom. De boom slepen we over naar de andere foto. Ga ik boven de laag staan, dan zie je een klein handje. En hou ik dat nu ingedrukt, dan wordt het een, een vuistje, zeg maar. En kan ik de foto verslepen naar mijn andere foto. En ergens in het midden gewoon loslaten. Ik zie nu de boom. Uh, de man staat erachter. Is vrij simpel op te lossen. Gewoon mee naar de laag en ik sleep hem naar beneden. Maar dit is dus nog niet helemaal wat we willen hebben. De man is nu nog keurig zichtbaar en de boom is uh, over de hele foto te zien achter de man. Heel simpel, ik pak gewoon het laagmasker op en ik sleep dat naar de boom. En om de man eigenlijk gewoon qua vorm te laten zien en niet meer als foto, zet je de laagmodus van normaal op bedekken. En nu heb je in de gaten dat er eigenlijk gewoon al veel meer gebeurt. Je hebt het gevoel van de double exposure omdat je de boom ziet in de vorm van de man. Ik kan de boom echter nog wel een klein beetje verplaatsen, dus ik selecteer die laag en het verplaatsingsgereedschap. En ik kan dan gewoon gaan schuiven. Nou, je ziet in de achtergrond bijvoorbeeld dat het overhemd op dezelfde plek blijft staan, maar eigenlijk dat het hele silhouet van de man meegaat. En dat is niet de bedoeling. Kijk, laat ik het hier bijvoorbeeld staan. Dan zie je dat namelijk niet alleen mijn boom verplaatst is, maar ook mijn laagmasker is mee verplaatst. En dat is niet de bedoeling. Ik druk op Ctrl-Z om het ongedaan te maken. En wat je dus wil, je wil wel de boom verplaatsen, maar je wil het laagmasker gewoon laten staan. En dat doe je door ze te ontkoppelen. Want nu zijn ze aan elkaar gekoppeld. Je ziet tussen de laag en het laagmasker een klein slotje staan. En als je op dat slotje klikt. Dan kun je deze twee dingen los van elkaar verplaatsen. Ga ik namelijk nu schuiven met de laag van de boom. Dan zie je dat de boom wel beweegt, maar mijn laagmasker blijft hetzelfde. En dat is wat je op zich wil. Dus je kiest gewoon een leuke positie uit. Eventueel zou je het nog wat, wat groter of wat kleiner kunnen, uh, kunnen maken. Ik ga voor dit. En als je dit goed vindt, dan dubbelklik je erop of je drukt op enter of hierboven op het oké okay vinkje. Nu moet er alleen nog gewoon kleurenpracht doorheen komen. En dat is heel simpel. Ik pak de laag van zwart-wit en die draai ik naar beneden. Op zich vind ik natuurlijk gewoon dat uh, de, de boom en de vorm prima is, alleen ik zie het gezicht van de man nog niet terug. Nou, ook vrij eenvoudig, de dekking van de boom kan gewoon een klein stukje omlaag. Tot een niveau wat jij acceptabel vindt. En ik vind dat nu zijn shirt er wel mooi doorheen komt, maar zijn gezicht nog niet. Nou, ga ik ook heel eenvoudig oplossen door het laagmasker te selecteren. Je ziet dan dat er witte vierkantjes, omheen, witte hoekjes omheen komen. En ik pak een kwast met een dekking van bijvoorbeeld 10%. En ik ga gewoon met zwart in zijn gezicht vegen. In het laagmasker van de boom. En dat betekent dat ik daar minder boom ga zien. En dus meer meneer. En omdat ik 10% gebruik, verf ik dus niet in één keer. De hele boom weg en blijft hij er nog heel lichtjes doorheen komen. Zo eenvoudig is het om een double exposure te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende film. Doei doei!